Het is belangrijk om de werking en de uitvoering van de wet belasting over toegevoegde waarde, BTW, in alle lagen van de bevolking van Suriname te blijven uitleggen. Dit was gisteren de rode draad tijdens de tweede sessie voor ondernemers en overige belanghebbenden uit de handelssector van Suriname. Deze sessie is georganiseerd op initiatief van de Vereniging Surinaamse Bedrijfsleven, de VSB, in samenwerking met USAID Caribbean Business Enabling Environment Reform, CBR. En is bedoeld om de eventuele onduidelijkheden over de BTW weg te werken door de nodige informatie te verschaffen vanuit de verantwoordelijke instanties. Fiscaal jurist Roy Reiger zegt dat door middel van sublieme educatie de uitvoering evenals toepassing van deze wet beter begrepen zal worden. Je gaat ook niet anders in een wet. Dat is wat de Belastingdienst ook probeert te doen. Kom met een richtlijn. Kom met een bekendmaking. We hebben gemerkt dat. Dat hoor je toch? Oké. Wat hadden we nog meer? Ja, natuurlijk. Je moet weten hoe je aangifte doet. Je moet weten hoe je betaalt. Maar het belangrijke is, mag je grappen. Maar je moet weten wat je Simon Ibarra. Toch? En betalen en terugbetalen gelijk hoor. Toch? Dus dat ding moet niet te lang duren. Het staat ook in de wet dat de procedure is. Ik neem een voorschot. Ongekend voor Suriname worden. Eigenlijk een hoogontwikkeld land. Als jullie te laat betalen, Belastingdienst gaat jullie rente betalen. Nee, als jullie te laat betalen, gaan jullie rente moeten betalen. Nu een mooie, ongekend. Als de Belastingdienst jullie je geld, de onderneming, geld te laat terugbetaalt, gaan ze jullie ook rente betalen. Dat natuurlijk. Reiger ging verder in op een van de meest voorkomende fouten, namelijk het onderscheid kunnen maken tussen de verschillende klanten. Dit kan namelijk zorgen voor verwarring die op lang termijn kan doorwerken in een onderneming. Mensen, je moet het onderscheid maken tussen een klant die ondernemer is en particuliere consumenten. Die geweldige vereisten, zoals u hier ziet, gelden alleen wanneer de klant een ondernemer is. En waarom zijn deze vereisten gesteld? Want dit is een belangrijke vereiste voorwaarde waaraan je als ondernemer moet voldoen om de BTW die je hebt betaald aan een andere ondernemer bij de afname van goederen en diensten te kunnen aftrekken. Maar het is ook terecht dat er daar een strenge administratieve eis aan gesteld wordt, toch? Want anders gaat iedereen, ik bedoel, we zijn mensen op aarde, toch? Het ligt in de bedoeling om aan de hand van de gehouden sessie het gedocumenteerde materiaal van de sessie alsnog online te plaatsen als naslagwerk en mogelijke begeleiding voor het publiek, liet het bestuur van de SVB weten.